En jij hebt gewoon een jasje meegenomen. Ja, een beetje in stijl, vind je? Ja, je bent een merk. Maar jij kan nog herinneren, precies, want toen het voor het eerst kwam. Hoe oud was je toen ongeveer? Ik was 5, het was december 1983 en Veronica had de primeur. En ik werd uit mijn bed gehaald door mijn moeder. Die zegt, jij bent een enorme Michael Jackson fan. Je moet nu naar beneden komen, ik maak je nu wakker, doe ik normaal nooit. Want de videoclip van zijn nieuwe single is vandaag in première. En toen wisten wij nog niet dat het hier om Thriller ging. Maar ik werd naar beneden gehaald in mijn pyjama. En ik zit te kijken en ik zie hem dus veranderen in een weerwolf. Ik ben dus als de dood als 5-jarige. En daarna werd hij ook nog een lijk, een zombie. De lijken kwamen uit de grond. En je had toen een televisie, een beeldbuis met 5 schuiven. En een van die schuiven, daarmee kon je het beeld op zwart zetten. En mijn vader zette het beeld op zwart, zodat ik alleen het geluid hoorde en het beeld niet meer zag. En het singeltje had ik toen net gehad van mijn opa. En die vond ik toen zo eng. Het singeltje? Dit was het singeltje. En die heb ik toen onder een stapel gelegd. Zodat ik was zo eng dat ik hem even niet kon zien. Ik heb het singeltje nog nooit gezien. Dit past helemaal niet bij die clip. Nee, hè? Nee, heel raar. Dit lijkt meer op dit zou je verwachten. Ja. Ja. Dit lijkt meer voor ABBA of zo. Dit, ja, ik zou het doorgeven aan hem. Joefat en jij, ik bedoel jouw eerste ervaring met die clip? Nou ja, in 1983 was ik nog niet geboren. Nee. Dus ik heb een beetje hetzelfde verhaal meegemaakt, maar dan met Ghost. En dat was volgens mij ook op Veronica. Met de clip Ghost zijn we naar beneden gegaan. Zijn we echt naar mijn tante zijn we zelfs gegaan. We zijn naar mijn tante gegaan om met de familie Ghost te gaan kijken. Dus dat was een beetje mijn thriller-ervaring. Ook een ontzettend enge clip. Mm-hmm. Nou kan ik me niet meer zo goed herinneren dat ik dood... Maar volgens mij was ik 8 of 9. Ik was al iets ouder dan dat jij was. Maar toch, als je kijkt naar Thriller... bedoel, het was uniek in zijn soort, hè? Want überhaupt een hele film bij een liedje... Ja, maar dat kenmerkt Michael Jackson, toch? Het was er nog niet. Het grappige is dat ook Thriller kwam uit. En die plaat deed eigenlijk nog niet zo gek veel. Pas bij Billie Jean begon het te werken. De eerste single was The Girl Is Mine. Wanna Be Starting Something. Toen kreeg je Billie Jean, wat echt de hit was. Daar was een clip bij. Toen kreeg je Beat It. Daar was die enorme clip bij. En toen kreeg je pas Thriller. En Thriller was volgens mij pas de 4e of 5e single van het album. En toen werd die plaat steeds groter en groter. En er kwamen steeds meer singles. En een videoclip van 14 minuten geregisseerd door John Landis. Mm. De man die verantwoordelijk was voor American Werewolf in Londen. De Blues Brothers. Blues Brothers heeft hij ook gedaan. Fantastische film. Maar dat was er nog niet. Dus deze man heeft een bepaalde standaard gezet die er nog niet was. Dus na Thriller was een videoclip nooit meer hetzelfde.